it was like big explosion, like bam. De knal was vanochtend vroeg tot ver buiten de spuistraat te horen. En van de schade van de explosie zijn deze sporen nog terug te zien. Niet alle buurtbewoners die we spreken werden er wakker van. I woke up my flatmate, but she was like, what's going on? So she didn't hear much. Maar bij degene die hem wel hoorde, zat de schrik er flink in. I was in bed and it was just a very loud boom, but the kind of that you can actually like feel inside of your body. Imagine when they pop a balloon next to your ear, right? The feeling that you get, like the scary feeling of it that you get, you just kind of jump. En het doelwit van de explosie was dit advocatenkantoor. De mensen die hier werken kwamen er pas achter toen ze hier vanochtend aankwamen. Enorm veel brandschade natuurlijk. Raam natuurlijk ingeslagen, gordijnen stuk. Computers doen het gelukkig wel nog allemaal, dus we kunnen nog ondertussen bij wijze van nog werken. Maar ja, het is enorm veel schade. Het is dat een medewerker van het naastgelegen hostel snel de brandblusser erbij pakte. Want anders had de schade nog een stuk groter kunnen zijn, denken ze bij het advocatenkantoor. Nou, ze zijn volgens mij direct hier gekomen en hebben de brand geblust. Waardoor het niet nog erger kon worden en het over kon slaan naar een andere kamers ook. Waarom hier een explosief is neergezet, dat is voor de advocaten nog gissen. De politie gaat er in ieder geval van uit dat het om een doelbewuste actie gaat. Het is enorm schrikken. Je verwacht het ook niet. Hè. We zijn een advocatenkantoor, we bieden hulp aan iedereen. Iedereen die rechtsbijstand nodig heeft, kan dat bij ons krijgen. En dus het is schrikken dat je dan zo'n aanslag op je kantoor hebt. De Amsterdamse dekens, die toezicht houden op de advocatuur, laten weten dat ze enorm geschrokken zijn van het incident. Ze zeggen dat ze het onderzoek van de politie afwachten en pas daarna beslissen over eventuele maatregelen. Thank you.